luisteraars, welkom aan een volgende uitzending van On The Road. En ik ben Sima Dimidaar van Skin Glans. Maar ja, vandaag zijn we on the road met Suraj Kali. En we gaan er een leuke dag van maken. Gaan jullie met ons mee? We gaan eerst in de dierentuin. We gaan lekker een beetje lopen in Paramaribo Zoo. Dat is ook heel leuk om te doen. Een rondje Paramaribo Zoo en dan gaan we daar verder. En dan lopen, dan komen we bij dat bord aan van Paramaribo Zoo. Dat is gedoneerd door R.S. Science en Prins zoveel jaren terug tijdens onze Skin Glans Family Day. Suraj Kali heeft ook heel hard gewerkt toen de tijd. En dat is een van de verworvenheden van toen. Van onze Family Day toen de tijd. En dan kan je even de geschiedenis van de Paramaribo Zoo ook lezen en zien hoe het is ontstaan en waarom, wanneer het is ontstaan. Dus in 1972 geopend. Die beplanting van ons. Die beplanting heeft toch iets gedaan een paar maanden terug. Die planten zijn toch gegroeid. Die stamloze palm, die doet het ook goed. Konden ze eigenlijk doen, hè? Kun je erin uitzetten en om de zoveel tijd mensen laten hengelen. Zoals in Nederland mochten ze het niet gaan hengelen. Dat is best een goed idee. Al wandelend in de dierentuin. Oh, we hebben ook de jamunboom. Dat is ook een lekkere Surinaamse vrucht. Dat is een lekkere druif. En het is heel gezond. Heel gezond. In Nederland kopen we het heel duur. Het wordt vanuit Turkije geïmporteerd naar Nederland. En dan, hoe doen zij dat het export gaat in een fles, Surat, weet je dat? De jamun wordt gewassen, geplukt, gewassen en alles. Wordt het in een plastic fles gestopt en dan wordt het dichtgemaakt. En zo wordt hij geëxporteerd. En kan je dus in Nederland jamun kopen vanuit Turkije. Heel gezond, heel gezond, heel gezond. En wij hebben het in Suriname. En dat heb je ook in de dierentuin. Lopen we verder, hoor ik geiten, als ik het goed heb. De geiten en de ezels. Ja, hoor hem. Oh, en schapen. Je hebt membe. Heb je ze al, Suraj? Zie je ze daar zitten? Dat is hartstikke leuk voor de kinderen. Kinderboerderijtje hier. Je hebt de ezel. Kijk, ik kom naar je kijken uit zijn huisje. Hallo. Hallo. Hij zocht er eerst een plantje op de hapje. Hij krijgt eten. Het is etenstijd, dus dat weten ze wel. Het is etenstijd, hè? Ja, kijk, hij gaat voederen. Het is ook leuk dat we dat ook meemaken. Dus als je 's ochtends komt, maak je ook nog een voedertijd mee. Oep, au, au, au. Ik heb honger. Dus iedereen heeft honger. Ja, het komt. Het komt, het komt, het komt. De stap is voor het inwendig mens. Het inwendig mens moet je ook vertreten als je on the road gaat. Toch? Je neemt je dingen mee. Dus het is onze volgende stap hier in de stad. Voor het inwendig mens even de spullen ophalen en dan gaan we verder. Kom je? Let's go. Kijkers en luisteraars, zojuist hebben jullie mogen genieten van de nieuwe highway. En nu staan we achter Zanderij. En wat zien we daar? Een hele mooie grote witte vliegtuig. Neem een kijkje. Nou, het ziet er geweldig uit. We gaan verder. Oké, al rijden vanuit Zanderij door naar achteren komen we hier terecht bij Ayoko Kazerne. En hier kan je dan een aantal modellen zien van de verschillende panzerwagens. Ik denk dat het van vroeger is geweest. Dan hebben we nog een beetje geschiedenis van de panzerwagens. We zullen even eromheen rijden en dan heeft u dus ook een beetje een beeld wat u allemaal te zien krijgt. U kan ook even hier recreatie houden, er is een hutje hier om te zitten. Dus dan zie je de verschillende panzerwagens van voor en van achter. Kun je ze bewonderen. Dat zijn, denk ik, de verschillende modellen die we vroeger hebben gehad in Suriname. Sorry hoor mensen, het is een beetje hobbelig en hobbelig. We zijn in het binnenland, hè? Dus een beetje buiten de stad. Mag ik niet aanraken, hè? de naam van die Japanse wagens laten maken. Dus dat is goed aan. En van waar het afkomstig is, wat info erover. Oké. En dan vervolgen wij ons pad weer richting de grote weg. En daar zie je Zanderij. Laten we zien hoe Zanderij. Zie je dan weer. I love Broekepondo. Welkom met ons mee. Gaan we doorlopen naar het monument. Zo zie je dat er veel meer mensen hier zitten om foto's te maken. Fotomomenten, break. Het is wel leuk om te kijken naar de omgeving. Een beetje wat indrukken nemen van de omgeving. Kom met ons mee. Geniet ervan. Zie het ook. En kom een keer zelf ook Suriname exploren op die manier. Gewoon rijden en stoppen langs de wegen. En de leuke dingetjes, bezienswaardigheden van Suriname. Te bekennen en te onderzoeken en te exploren. Dat is soms wel leuk. Het is wel coronatijd, dus we moeten afstand houden. Je kan lekker met je gezinnetje op deze wijze toch iets leuks doen. Afstand houden van mensen. Safe blijven. En toch in de natuur zijn en een beetje naar buiten. Het kost niet veel, denk ik. Het kost je auto tanken en rijden, wat eten en drinken meenemen. En je gezelschap. Niet vergeten gezelligheid altijd. Muziek en de natuur. En voor de rest de omgeving. Enjoy. Kijk maar om je heen. Hoe mooi alles is. En dan van bovenuit kunnen we ook naar de weg kijken. De bomen. En als je aan de andere kant gaat, heb je nog wat meer. Dat je ook kan zien. De view is nice. Het is best leuk. Doen. Gewoon doen een keer. Gewoon doen. En dat is zoals wij doen. Om Suriname te zien en te leren kennen. Ik zou iedereen thuis ook zeggen van, geniet mee met ons. We proberen het een keertje ook zelf te doen. En ook te komen. Su is mooi. De natuur is prachtig. Het is geweldig. En ja, dit is het moment hier dat je kan zien. Je kan erop staan. Je kan foto's daar nemen. En kijk maar naar de wegen. Zie de auto's. Het is niet glad, hè? Voorzichtig. Als je verder kijkt, dat is richting Berg en Dauw. Dit is richting Paramaribo, van die kant zijn we gekomen. En we gaan nog steeds een stukje verder. En nu zijn we al bij het monument van I Love Broekepondo. Enjoy! En vergeet niet, er is een prullenbak. Alle vuil in de prullenbak. Zo houden we Suriname schoon en alle plekken natuurlijk. Heel mooi en schoon. Maar dat is belangrijk en netheid. Enjoy the nature. Oh, mere makhna, tenu e dasna. Sajo de karne, hoor suna likhna, hoor suna likhna. Elwi chakli galle sonia, gusa gar gaya galle sonia. Elwi chakli galle sonia, gusa gar gaya galle sonia. Mano jana hun challe sonia, mano jana hun challe sonia. Fir meya kar sania. Phone to chakle mera masari. Just wanna make the move. Oké. Algerije, zijn we nu bij het stuurmeerbalans. Zoals jullie zien, dat is nice water, krachtcentrale. Wat wel opvalt, is dat vandaag er geen water er doorheen gaat. Door de spillen. Dus de vraag is waarom? Why not? I don't know. We kunnen niemand wat vragen. Dus, maar ja, we gaan genieten van de omgeving. De zon is fel, we blijven niet te lang genieten. Maar jullie kunnen er best wel van genieten. Kijk u mee, geniet ervan. Surinaams natuur. Always great to be here and there. Enjoy it, enjoy it, enjoy it. It's very great. Love it. En ik denk dat jullie het ook leuk zullen vinden en zullen genieten. En kijk niet alleen via de tv. Kom er ook eens een keertje naartoe. Kom genieten. It's nice. En zoals je ziet, zijn er geen mensen. Dus afstand wordt ook gehouden. De regels zijn er. En wij houden ons ook aan de regels. En hier kunnen we even zonder mondkap lopen. Nice! Yo! Blaze in the blaze, what tell you boy? Freestyle, you don't know. We're gonna blast in out your fantasy. Yo! R.S. Science. Rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body. We gonna rough it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Tell me who can love you, nobody hold you, nobody make your body whine like me. You will never find someone like me. Which one is gonna get my blow? Beat the job.